De turnspit dog, in het Nederlands draaispithond genoemd, ook wel de kitchen dog, de cooking dog, de underdog of de furnepeter genoemd, is een verdwenen Engels hondenras dat vanaf het begin van de 16e eeuw in Engeland werd gebruikt om het vlees aan het spit te draaien. Hiervoor werd dit eentonige werk door mensen gedaan en dat zorgde vaak voor oververhitting. De hond, in het Latijn Canis verticus, duizelige hond genoemd, had een lang lichaam en korte pootjes en moest urenlang in een rad aan de muur rennen. Als ze vrij hadden, werden ze vaak gebruikt om de voeten van hun eigenaren te verwarmen. Op zondag werden ze om deze reden ook vaak meegenomen naar de kerk. In de loop van de 19e eeuw werd de hond vervangen door mechanische draaispitten.